Oké, we gaan verder met het tweede gedeelte van deze serie dia's. En dat zal gaan over de macht van de islam. En de islam, zullen we zien, is het zwaard van de kerk. En dat heeft niks van doen met een bijbelse kerk. Dat is het de zwaard van het geheimenis van Babylon. Dat is verbonden met de god van deze wereld. En die hebben door Mohammed de maangod Sin, S-I-N, geschreven naar de Sinaï-woestijn. Of de woestijn van Sin, genaamd als de maangod, als de god. Allah betekent de god. En die dan aangebeden dient te worden. En als ze niet aangebeden wordt, dienen ketters, joden en bijbelgelovige christenen, afgeslacht te worden in de naam van Allah. Dat is gebeurd sinds de 7e eeuw in het nabije Midden-Oosten, Noord-Afrika tot aan India en het Centraal-Azië. Dat is dan gestopt toen de islam zich tegen Rome, haar moederkerk, keerde, omdat ze weigerde Jeruzalem te overgeven. In de strijd bij Wenen en andere slachten die de katholieken gebruikt hebben om de moslims te stoppen naar Europa te komen. En daar tegenovergesteld de kruistochten als een middel van Rome om de ongelovigen, de islamieten, de moslims terug te winnen. En heden ten dagen, sinds, zullen we zien, zo'n 200 jaar, wordt het de Sunni-islam door Rome volkomen beheerst. Onder andere door de vrijmetselaars. En dat betekent ook dat toen Trump president was, ging hij meteen op zoek bij Saoedi-Arabië. En Saoedi-Arabië speciaal, waar Mekka en Medina liggen, de twee heiligste plaatsen van de islam, zijn volkomen verbonden met het Vaticaan om hun vijanden af te slachten, inclusief de terroristische aanslag in het Noordwest-Europa en de Verenigde Staten van Amerika. Maar een andere interessante zaak is, en hoe het in Nederland is, maar hebben jullie wel eens opgemerkt dat sinds wij die coronatoestand hebben, sinds ongeveer ruim een jaar, dat er in de pers en de praktijk heel weinig sprake is van moslimterroristen? Is het niet toevallig? Alsof ze niet meer nodig hebben, want ze hebben iets anders gevonden om ons te terroriseren of onze vrijheid weg te nemen. En nogmaals, we hebben het vaak gezegd, die zogenaamde samenzing, die macht van dit systeem, is veel groter dan wij denken. Nu, Mohammed wordt wel genoemd de Constantijn van de islam. En hij, de zonen van Ismael en Ezo, die zijn een heilige strijd voor Rome aan het voeren, een jihad. Heel belangrijk, Ismael heeft ook een belofte gekregen, als ook Ezo. De nakomelingen van Ezo en de Edomieten, tegenwoordig in Jordanië, het oosten van Israël. De Ismaëlieten, de zoon van Abraham en Hagar. Hagar was een Egyptische uit het land van Ham, Egypte. En men zegt dat Mohammed de 70ste van Ismael is, afstamt. En dat is verbonden met de profetie over de wilde man die zijn zwaard tegen allen zal hebben. In het boek Genesis. En de duivel weet dat en gebruikt die twee nakomelingen, verbonden met de maangod Sin, om in de naam van Allah, de God, de vijanden van Rome te weg te ruimen. En we zullen ook zien dat het fascisme en de islam samenwerken, vooral onder Benito Mussolini. Het waren Romeinse priesters die Mohammed hebben onderwezen, en ook zijn eerste vrouw, Khadija, was een voormalig non uit een katholiek, Rooms-katholiek klooster. En daar heeft hij van geleerd, want hij kon niet lezen en schrijven, Mohammed, was analfabeet, om Maria te prijzen en Joden en niet-pauselijke katholieken, christenen te haten, vooral de orthodoxen en baptisten. Baptisten zijn volkomen afgeslacht als donatisten in Noord-Afrika, en de orthodoxen, dat verklaart waarom in Egypte de Koptische kerk, is een andere naam voor orthodox in Egyptisch, de Armeense slachting door Sunni-moslims, Turken, onder Atatürk, doorgevoerd zijn. En natuurlijk wat de laatste 10 jaar gebeurd is, de ISIS, die heeft de oudste gemeente de wereld verwoest. Dat is de Syrische kerk, maar dat is verbonden met Antiochië, waar de eerste heidenkerk, die nakomelingen van Jezus, werden christenen genoemd, handelingen 11 en 26. En ook de kenmerken van het romanisme en islam zijn beide identiek. Je hebt een kruistocht of een jihad, redding op grond van werken, of nu de 7 sacramenten zijn of de 5 zijn van de islam zijn. En uiteindelijk is het geen scheiding tussen kerk en staat, maar de
kerk of de religie staat boven de staat in sharia-wetgeving of het kanonieke wetgeving die ook via de EU tegenwoordig over Nederland dreigt te komen. Nu, de halve maan is het kenmerk, het pauselijk symbool van de islam. Dat zien we ook links op de foto, op de top van elke moskee. En je ziet ook Maria daar, of Semiramis, op een halve maan. We hebben de fascist Benito Mussolini, die er ook voor zorgt dat de paus weer zijn gebieden terugkreeg. Verdacht van Lateranen. En hij heeft hier het zwaard van de islam, wordt als de bescherming van de islam neergezegd en was een kruistochtvader tegen de ketterse, zwarte, orthodoxe christenen in Ethiopië. Toen hij klaar was, ze werden toen gebombardeerd, die Ethiopiërs, die geen kans hadden met hun speren tegen de vliegtuigen van Mussolini. En hij het in dagen verklaard had, zullen we zo laten zien, dat het communisme, een ander dochter van de moeder van de hoerijen, heden ten dagen vooral Eritrea, waar het centrum is van orthodoxisme, voorkomen onderdrukt en waarom heel veel orthodoxe christenen vluchten. Want het communisme is niets anders dan een andere naam, waaronder Rome de vijanden van het katholicisme vervolgt. Dit is Haj Amin al-Husseini. Dat is de mufti, de burgemeester van Jeruzalem, met de natieleider. En nogmaals, beide hebben dezelfde doelen, de jihadistische islam. En wat Hitler gedaan heeft, was niet anders dan een kruistocht. De Tweede Wereldoorlog is niet anders dan een katholieke kruistocht van een katholieke Oostenrijker en katholieke naties, geen Duitsers, naties, tegen eerstens protestante Joden, holocaust van 6 miljoen, protestante Duitsers vooral, 18 miljoen zijn of land onteigend of verminkt teruggekomen of zijn vermoord, en 22 miljoen orthodoxe christenen afgeslacht door deze man die gezegd heeft, ik doe niets anders dan wat de kerk van Rome 1000 jaar heeft geprobeerd in de praktijk te brengen. Vogels van één soort komen altijd samen onder de zwarte paus. Hier zien we deze, hij was trouwens ook de grote oom, als ik het goed heb, van Arafat. Deze burgemeester van Jeruzalem, 1942. En kijkt hier de Bosnische Waffen-SS soldaten, wordt hier geïnspecteerd, in kruisen tegen de ketterse orthodoxe Serben en Joden in Servië. Er zijn meer dan 800.000 Serven afgeslacht. Hier hebben we Bush met de Soedische kroonprins. En nogmaals, het Sunni-Wabi-islam, dus de hele strakke Sunni-islam en het fascisme of het Amerikaans kapitalisme werken samen ten behoeve van de interesse van de mensen zonde in Rome. Rome gebruikt de islam om haar vijanden af te slachten. Ten eerste het elimineren van Joden en niet-pauselijke christenen. Dat hebben we gezien in de Tweede Wereldoorlog. Het beschermen van de Augustine monniken en katholieken. Toen de moslims doorkwamen in Noord-Afrika zijn die beschermd. Dat zie je trouwens ook bij de Japanners. Toen die in de Tweede Wereldoorlog door de Hirohito was een hoge vrijmetselaar. Door China en de Filipijnen kwamen en ook Indonesië kwamen. De Nederlandse zendelingen werden allemaal in concentratiekampen gestoord of gedood. Maar de katholieken niet. En dat zie je nog, de macht van Rome via vrijmetselaars, de hoge leiders in het boeddhistisch Japan. En uiteindelijk is het bedoeling om Jeruzalem onder het gezag van de mensenzonde in Rome te brengen. Dat is altijd het doel geweest van Loyola. Mohammed verovert dan vervolgens Mekka, vernietigt en verenigt de stammen in Arabië, sterft in Medina. Er komt een schijnend kort na zijn dood tussen de Sunni en Shia-islam. Shia-islam, het centrum is eigenlijk nog 21 dagen in Iran. En Rome bedenkt een jihad tegen alle ongelovigen die ketters zijn na het kanonisch wetboek van Rome. De zonen van, of nakomelingen van Ismaël en Esau zijn nu moslims, volgelingen van de maangod Sin. En die worden het zwaard van de kerk of van het Vaticaan. En in 637 na Christus, 31 jaar nadat paus Bonifatius III de titel kreeg, de universele macht als bisschop van de bisschoppen, in 606 na Christus, wordt paus Honorius in het geheim gebruikt dan de Arabische kalif Omar
om Jeruzalem in te nemen. En het was bezit van de vijand van de paus, de keizer van Byzantium. En die moskee van Omar, en met name de rotskoepel, wordt vervolgens opgesteld op de Tempelberg in 691 na Christus. Die kalif verovert Jeruzalem in 637 en dan wordt daar op de plaats van die voormalige tempel van Salomo een moskee neergezet. En die zal in de toekomst waarschijnlijk weg moeten gaan, tenzij daar een tent voor geplaatst wordt. Ook de tent, de tabernakel, wordt soms tempel genoemd in 1 Samuel. Dat zou mogelijk kunnen zijn, maar ik vermoed dat dat weg zal gaan, weggevaagd wordt. En dat er dan de vrijmetselaars, die altijd zeggen, we willen als metselaar een nieuw gebouw opbouwen. Zullen dan die derde tempel van Salomo gaan opbouwen daar, op de plaats waar nu de Felsendom staat. Nou, hier heb je de moskee van de profeet in Medina. Dat is de plaats waar Mohammed gestorven en ook begraven, waar zijn botten liggen. Tweede belangrijkste plaats in de islam. En dit is de belangrijkste moskee in Mekka. De plaats waar Mohammed geboren is. Waar je dus een pelgrimstocht kan maken. Dat is een van de vijf zinnen van de islam. Nou, het pausdom dat groeit. Maar wat doet het probleem met de Mohammedaan? Die weigeren Jeruzalem aan de paus te geven. Wat ze wel doen, ze gaan door naar tot de Indusrivier, door heel Noord-Afrika tot Spanje en Zuid-Frankrijk en de Balkan. En veroveren alle mogelijke gebieden waar vooral heel veel orthodoxe christenen en baptisten leven. En ze worden gestopt in Zuid-Europa bij de slag bij Tours in 732. En worden verslagen door de katholiek Karel Martel, de vader van Pepijn. En heel interessant. Dat gebied wat die moslims veroveren, was door de Visigoten veroverd. Dat is een groep van goten die de juiste Bijbel had zoals wij de Statenbijbel hebben. Het waren geen Ariërs, het waren gewoon bijbelgelovigen die zendelingen uitstuurden. Een van de zendelingen was Ajax, een rare naam vandaag misschien, maar die werd naar Noord-Afrika gestuurd en heeft dan de Donatisten getroffen. De Donatisten hebben toen gezegd dat jij hebt dezelfde evangelie en dezelfde Bijbel als wij als bijbelgelovende baptisten in Noord-Afrika volgen. Want nu, de islam weigert Jeruzalem aan Rome terug te geven en daarom worden de kruistochten gepland. Dit is het Visigoten Kingdom, koninkrijk. Dit waren de goten die in 476 West-Romeinse Rijk veroverden met de juiste Bijbel. Dat waren christelijk volk. En het westelijk gedeelte van de Visigoten hebben een rijk gehad van Spanje tot en met Frankrijk voor een paar honderd jaar. En uiteindelijk worden die dan verdreven door de paus die de moslim, het zwaard van de kerk, gebruikt om deze Arische ketterij te verdrijven. De laatste moslims worden verwijderd uit Spanje, pauselijk Spanje, dan in 1492. Dan heb je Karel Martel, die bij de slag bij Tours de opkomst van de islam gestopt heeft. Toeval, niet waar, want anders zouden ze via het westen naar Rome gegaan zijn. En die zie je eigenlijk de verbreiding van het gebied van Mohammed, het oranje gedeelte is het mee begonnen. Daarna heb je het wat roze gedeelte, wat het hele Midden-Oosten beslaat. Vervolgens het groene gedeelte, Noord-Afrika, Spanje en het gebied tot de Indus. En uiteindelijk het Byzantijns Rijk zie je, het is blauw nog. Dat is de huidige Turkije, Griekenland, de Balkan en vooral het gebied van de zee. Dat is heel bijzonder, want dat rijk is in stand gebleven tot 1453. Heeft de kruistochten overleefd, heeft de moslimaanvallen overleefd en heeft de aanval van Genghis Khan uit Mongolië overleefd. Want dat was het gebied dat de zuivere schrift heeft bewaard, ondanks dat daar heel veel afgoderij in de loop der jaren ook bij kwam. En uiteindelijk, hier in 1580, het Ottomaans Rijk en het Byzantijns Rijk is gevallen in 1453 door de afgodendienst van de gevallen kinderen van God, dat ze dan heiligen noemden, en Maria. Hier is een voorbeeld van Afrika in zo'n 15 jaar geleden. Dat het hele noordelijke gedeelte, dat is dus 70% tot 100% is daar islamitisch, dus groen. En hoe minder de invloed is van de islam.
En nogmaals, de islam wordt gebruikt om vooral protestanten, orthodoxe en baptiste groepen af te slachten. Dit is heel belangrijk. Hier zie je het verschil tussen het lichtgroene gedeelte, dat is de Sunni-islam, met zijn centra Mekka, Medina en Saoedi-Arabië, en de Shia-islam, dat is het donkergroene gedeelte. En nou, je ziet daar links onderin Jemen, links onderin Saoedi-Arabië, is helemaal plat gebombardeerd, nog erger dan wat er met ISIS heeft gedaan in Syrië. Dan zie je, er zijn wat gebieden in Irak, donkergroen. Nou, dat is de reden waarom Amerika in Irak binnengevallen is. En dan heb je nog een paar gedeelten in het huidige Syrië. Ook dat is door de oorlog, zijn de Shia-moslims behoorlijk korte metten gemaakt. Maar het grootste gedeelte van Shia ligt in Iran. En je hebt gezien in de laatste tijd in de persen, er wordt een generaal doodgeschoten. Maar Iran is zo wijs om niet te reageren. Ze worden continu geprovoceerd tot een oorlog met Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. Om uiteindelijk dat gedeelte volkomen uit te roeien van de Shia-islam. Die weigeren dus de Sunni-islam te erkennen. En als dat de Shia-islam uiteindelijk onderworpen zal zijn, dan zal daar, mijns inziens, waar vroeger Babylon was, een nieuw Babylon opgebouwd worden, waarvan Dubai een soort voorproject is, dat in 20 jaar tijd uit de woestijn gestampt is. Dat zal dan, maar dan veel groter, in Babylon, het centrale punt waar Azië, Afrika en Europa elkaar treffen, als wereldcommercieel centrum gaan opgebouwd worden. Dit is hoe de paus met de Koran omgaat. Die wordt gekust. En de islam nogmaals wordt gebruikt om ketters en liberaal denkende mensen af te slachten. Nogmaals, de leiders van de islam zijn alle hoge vrijmetselaars, ook Erdogan, ook alle hoge leiders in Noord-Afrika, alle hoge vrijmetselaars in de loges van Cairo en in Istanbul. Zo worden ze gecontroleerd door de Jezuïeten. Nu, dan hebben we paus Stefanus III in de 8e eeuw na Christus. Zijn voorganger sterft plotseling, is vergiftigd. En hij beveelt het geschenk of de donatie van Constantinus. Dat is een zogenaamde herontdekte brief van een voormalig Romeinse keizer Constantinus de Grote, die aan de paus het recht geeft ook wereldlijk gezag over alle koningen van Europa en uiteindelijk de wereld uit te oefenen. En het is het Pepijn die deze wereldlijke macht dan toewijst. Dit is Pepijn de Grote, koning van de Franken in de 8e eeuw na Christus, koning zoon van Karel Martel, vader van Karel de Grote. Karel de Grote was eigenlijk de grondlegger van het Romeinse Heilige Duitse Rijk, of Onheilige Duitse Rijk. En hij geeft ook die wereldlijke macht aan de pauselijke staten. En nu heb je dus heel belangrijk, de universele wereldlijke macht van de paus van Rome werd toegekend door Pepijn de Grote, beschermer van de paus van Rome, niet door de Heer Jezus Christus. Dus wat ze hier hebben, heeft niets van doen met de geestelijke macht. Dat is heel belangrijk. We hebben daar wel een lezing over gehad, over het Koninkrijk van God. Dat is een Koninkrijk van God, dat is onzichtbaar. Dat ga je binnen door de nieuwe geboorte. Dat is niet eten en drinken, maar gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. En dat is van de dood van Christus tot de opname. En wat hier Rome doet, ze proberen eigenlijk een soort eigen imitatie, rijk van Jezus Christus, 1000-jarig rijk, nu te implementeren, wat ook tot stand gekomen is in de donkere middeleeuw van meer dan 1000 jaar, die gebroken werden door 1522, het Nieuwe Testament van Martin Luther en vertalingen die daar op die correcte tekst gegrond zijn. En deze nieuwe geestelijke en wereldlijke macht in 806 na Christus, zien we tot uitdrukking komen door paus Nicolaas I, die aan de koning van Beieren schrijft: wij dan zijn onfeilbaar. En we hoeven geen rekenschap te geven dan aan onszelf. En hij zegt dan, misschien goed dat je nog te veel. Een koning moet niet angst hebben om holocausten door te voeren als dit ertoe leidt dat zijn burgers in gehoorzaamheid blijven,
of ze zich onderwerpen aan het geloof in de Christus, de personificatie van de paus van Rome. God zal hem in deze wereld belonen in het eeuwige leven voor deze moorden. Hier komt het idee van Jezuïeten en tot uitdrukking het doel heiligt de middelen. En dan zegt hij, wij bevelen u in de naam van de religie, van henzelf, zegt de paus, om deze staten aan te vallen, hun steden te verbranden en hun volk af te slachten. Dat is eigenlijk wat je hier ziet, dezelfde idee wat er ligt achter deze hele coronamaatregelen. Ze zijn rücksichtloos, je moet rücksichtloze mensen hebben die nul interesse hebben aan de persoonlijke belangen van hun eigen volk waar ze als president of premier overgesteld zijn. Dit is de vlag van het Vaticaan. Twee sleutels, de geestelijke en de wereldlijke macht. En de drie kroon dat de paus heer is over hemel, aarde en hel. De woorden die de paus ontvangt als hij gekroond wordt met de tiara, neem deze drie kroon en weet dat gij de vader van prins en koningen zijt en de gouverneur van de hele wereld. Dat zie je vaak op deze, dit is een voorbeeld in Canada, waar je ook nog een zwaard tussen hebt. Dus het, met het zwaard, fysieke zwaard, wordt deze geestelijke en wereldlijke macht kracht bijgezet. En dit is dan Karel I, of de grote. En hij slacht duizenden Saksen af en dwingt ze zich te laten dopen. Wordt gekroond door paus Leo III op een kerstmis. 800 na Christus. Nou, hij is de vader van het Verenigd Europa onder de paus. En hij wordt, het Heilige Roomse wordt later het Eerste Duitse Rijk genoemd. Tussen 1962 en 1806. Het tweede was onder Bismarck en het derde begint dan met Hitler. En de eerste en de laatste waren duidelijk katholieken. En de tweede was onder een protestante koning, Willem de Eerste en Tweede. En een protestante opnieuw geboren kanselier, Bismarck. Die wordt hele verduiveld, gedemoniseerd. Maar dat was wel de man die een geweldige zege is geweest. En ook een opkomst is geweest van de erkenning van Luther. Het einde van de 19e eeuw in Duitsland. En hier zie je Karel de Grote. Die wordt door Leo III tot keizer gekroond. En hier wordt het Saksische nationalisme verwoest door deze Karel de Grote. Onderwerp je aan de paus van Rome of je moet met het soort zwaard sterven. Dat is eigenlijk ook wat je in Nederland ziet. Je moet je dit en dit laten doen door de overheid. En zo niet, ja, dan worden je vrijheden beperkt. Het is de zogenaamde speer van Longinus. Dat zou de Romeinse soldaat zijn die de zijde van de Heer met deze speer zou hebben doorstoken. En het idee is, wie deze speer heeft, die heeft de macht van de wereld. En het was Karel de Groot die de speer had, probeerde Europa te verenigen onder de paus. En Hitler deed hetzelfde toen hij als Oostenrijker, de speer is nu trouwens in Wenen, probeerde Europa onder de paus te verenigen. Maar hij heeft eerst Europa gereinigd door holocausten, genocide. En nu zie je een nieuw Europa opkomen. Het oosten is gereinigd door het communisme, het westen is gereinigd door de ecumene. En nu denken ze bij elkaar samen te brengen om dan een nieuw Europa onder de erkenning van de paus door te brengen. En vooral, dat is alleen maar mogelijk omdat de Bijbels, de Reformatiebijbels, voorkomen of verdwenen zijn onder baptisten en vrijkerkelijke mensen en de meeste protestanten. Het is nogmaals Persephone, de godin van de dood. Rechts, hier zie je daar op het punt van het kapitool, wordt vaak in camerashots weggelaten. Maar zij is de koningin van de dood, van de hel. En dat is de heilige Maria. En dit bronzen beeld is 19 voet hoog, 6 inches. Dus 6x6x6 voet. Voet is ongeveer 30-33 centimeter. En dan nogmaals 6x6x6 inches. En dat is weer een voet. En het is boven op het kapitool geplaatst in 1863 bij de burgeroorlog. Nogmaals, de burgeroorlog ging niet om slavernij, maar het ging om machtpositie. Kan de federale staat het zeggen hebben over de onafhankelijke staten of hebben de onafhankelijke staten het recht om zich af te scheiden?
En in de dagen kun je het vergelijken met Nederland scheidt zich af van de EU, of de Britten, Brexit, en vervolgens wordt Brittannië of Nederland plat gebombardeerd. Nou, zo moet je het vergelijken met een burgeroorlog tussen 1861 en 1865 in Amerika. Het is ook interessant, ik geloof het ook, Joe Biden heeft zijn inaugurele een reden gehouden met zijn zicht op de obelisk, het Washington Monument wordt dan genoemd. En dat was het eerste geloof ik onder Ronald Reagan. En Biden werd ingezworen, als ik me goed heb, op een familiebijbel, 1582 door een Rijms-Katholieke Bijbel, door een katholieke opperrechter, Robertson, als ik me goed herinner. De meerderheid in Amerika van de 9 rechters is katholiek. 5 van de 9 zijn Rooms-katholiek. Meerderheid in House of Representatives en House of Congress zijn allemaal katholiek. En ook de obelisk heeft een totale lengte van 666 voet, 545 voet hoog en 111 voet staat er in de grond. Hier in 1889, citaat, over de jezuïte invloed van de seculiere pers. Washington is een Rooms-katholieke stad en we kunnen het niet veroorloven de kerk te beledigen. Dat was meer dan 130 jaar geleden. Dat eventjes. Het gaat om de pentagrammen, maar of de hexagrammen. De president van de Verenigde Staten is niets anders sinds 1900 dan een verlengstok van de seculiere macht van Rome. En het Witte Huis ook als een soort miniatuur Vaticaan opgebouwd, wordt beheerst, geleid door Georgetown Universiteit. Dat is een universiteit in de buurt van Washington, de Jezuïten geleid. En dat doen ze via een derde partij die ze oprichten, de Council of Foreign Relations. In Europa heet het geloof ik de Round Table. En nogmaals, alle buitenlandse politiek van Amerika is niets anders dan voor de interesse van het Vaticaan. Daarom moeten Amerikaanse protestante jongens sterven voor de interesse van het Vaticaan in Afghanistan bijvoorbeeld. Wat heeft Amerika in Afghanistan te zoeken? Niks, met de uitzondering dat de grootste opiumvelden ter wereld daar liggen. En daar heeft Rome interesse aan om zo, het was ook met de Vietnamoorlog zo, de Gouden Driehoek en nu daar in Afghanistan de opium te verleggen naar importeren in Amerika, dan kan de vervloekte witte Anglo-Saxe protestante jeugd ermee kapot gemaakt worden. De maffia maakt een miljardengewin door en de inkomsten voor Rome kunnen ze dan voor andere geheime toestanden gaan gebruiken. Nou, dan kwam er een probleem in 1054, de oorlog tussen Rome en Constantinopel. Het ging eigenlijk op grond van de schrift, de katholieken en orthodoxen hebben altijd een andere Bijbel gehad. En Michael Serralarius die verweigert de geestelijke en wereldlijke macht van de Latijnse paus te accepteren. Excommuniceerd wordt hij door paus Leo de IX en wordt dan de patriarch van Constantinopel. Zo wordt de Grieks-orthodoxe kerk, zeg maar, geboren is een zwaar woord, dat was het natuurlijk al, maar is gescheiden hier van de katholieke kerk en Rome verklaart een heilige oorlog tegen Constantinopel. Uiteindelijk leidt dat door de val van Constantinopel in 1453 door de Turkse Sunni-moslims. Er wordt een kruistocht gepland om tegen de orthodoxe kerk. Hildebrand, ofwel Helbrand genoemd door de ketters of de bijbelgelovigen, wordt het paus gekozen en promeet de eerste kruistocht om Jeruzalem terug te veroveren op de moslims in 1095. En hij gebruikt als eerste zijn geestelijke en zijn wereldlijke macht. Natuurlijk, hier wordt gesproken over zijn geweldige daden die hij heeft gedaan om zijn kolosse religieuze rijk te verbreiden. En hier wordt er een brief genoemd die hij van de heilige Petrus en Paulus persoonlijk hebben ontvangen. En dat wordt hem dan gezegd. Alle mensen moeten overtuigd worden dat jij kunt alles in de hemel op aarde binden en ontbinden. Je kunt ook op aarde alles nemen en geven van ieder die van koninkrijken, overheden.
En laat de koningen en prins in elke eeuw direct je macht voelen dat ze om de bevelen van de kerk te weerstaan. En nogmaals, dat is werkelijk wat de pausen geloven. Ze zijn helemaal niet zo nederig. Ze geloven absoluut dat ze het recht hebben om je vrij te nemen en je leven te nemen. Nou, het pausdom dat groeit en dan zien we dat de islam het zwaard van de kerk is, maar de islam weigert Jeruzalem te geven. Dus de eerste kruistocht tegen de islam wordt georganiseerd door paus Urbanus II. En in 1039 wordt Jeruzalem veroverd op de islam. Heel belangrijk, dan worden er een ridderorde, de Johannieterorde, die wordt dan begonnen. Die heb je ook in Nederland. Het hoofd daarvan is trouwens ons koningshuis officieel. Officieel is dat eigenlijk protestante ridderorde met de bedoeling om de interesse van de paus te bevorderen. En dat is de belangrijkste kruistocht. Heet hij de militaire orde van Malta. Dat is vooral voor de katholieke leden. En dan wordt het Latijnse koninkrijk van Jeruzalem gegrond. Jeruzalem wordt een internationale stad. Het centrum van het katholicisme, islam, orthodoxisme en judaïsme. En dan wordt Rome's tweede kruistocht begonnen. En daar worden de tempelridders geformeerd. Gegrond in 1117... De bedoeling is Salomons tempel te herbouwen. Dat zal de derde tempel zijn. En bij de derde kruistocht worden de Teutonische ridders opgericht in 1119. Die worden later nieuw leven ingeblazen onder Hymnus SS. Dan heb je Peter de Hermiet, die preekt de pauselijke eerste kruistocht. Met andere woorden, een geestelijke leidt de fysieke legers aan om fysiek eigendom in te nemen. Het heeft niets van doen met dat wat de schrift zegt over een geestelijke oorlog voeren door gebed en het woord van God. Dit is een voorbeeld van de ridders, de Johannieter ridders in Jeruzalem. Ridders van Oanes. En die zijn verbonden met de Oanes is de opgerezen Nimrod uit de dood, de Horus. Om uiteindelijk de opgestaande laatste paus aan de macht te brengen in Jeruzalem als laatste heerser over de aarde. Dat is de Babylonische visgod, wordt ook wel Dagon genoemd, de god van de Filistijnen. En dit is de ridders van Malta, die ook een eigen vloot hadden. En op 7 oktober, bij de slag bij Lepanto, 1571... eindigen zij de suprematie van de Turken in het Middellandse Zeegebied. En toevallig valt de Verenigde Staten Afghanistan binnen op 7 oktober 2001. En nogmaals, het is een heel interessante zaak met die Jezuïten. Die hebben iets met jaartallen. En daarom zeg ik 1522, 2022, dat zal een jaar zijn, vermoed ik, waarin alle vrijheden weggenomen worden. Of men probeert ze ons weg te nemen, die wij sinds de reformatie in Nederland hebben ontvangen. Waarvan onze voorouders met de 10.000 om bloed hebben gegeven. Hier heb je een paar voorbeelden van die ridders van Malta. Ruprecht, dat is een Wittelsbach geloof ik, uit Beieren. De gezegende Gerard, de eerste grootmeester. En Elisabeth II van Engeland. Als ook, hoe heet die jongen uit van het ANC Zuid-Afrika? Het is wat de man nou ook alweer. De Mandela. Mandela was ook een ridder van Malta. Was een communist. En dat was ook de reden waarom hij vast zat op Robbeneiland. En nogmaals, deze mannen, dat zijn ridders die heel veel macht, vooral politiek en financieel, hebben om de interesse, de wereldlijke interesse van de paus, te verbreiden. En wat ook interessant is, deze huidige paus, die Italiaan, Badoglio, die heeft de leider van de ridder van Malta gewoon vorig jaar afgezet. Hij toont de absolute macht aan. Als een jezuïet niet zijn zin krijgt, zet hij gewoon een orde die hem toegewijd is direct af. Ze willen absolute controle hebben over alles wat daar gebeurt. En als een orde te onafhankelijk is, wordt de leider gewoon afgezet. Nou, bij de eerste katholieke kruistocht werden de Joden bij de duizenden afgeslacht. En de kruisvaders die schrijven aan een brief aan zijn heiligheid, de paus. Als u wilt weten wat we deden met onze vijanden, die we in de stad gevonden hebben. We hebben aan onze knieën
gelopen in het bloed, het onreine bloed van de 10.000 Saracenen. Dat waren de Moorzen die toen de tijd Jeruzalem beheersten. Nou, dat Latijnse koninkrijk duurt tot 1187 en dan wordt het veroverd door Saladin. Ik dacht het was een Koert, als ik me goed herinner. En hier heb je de ridders van de tempelridders. Jacques d'Amblain was de laatste. Die werd beschuldigd van duivelsaanbidding en toen werd hij levend verbrand in Parijs. En die zijn later nog eens een keer teruggekomen als het internationale vrijmetselaar. Dat zijn niet onschuldige mensen in 1717. En de eerste, ik geloof, 25 granen van de vrijmetselaar werden geschreven door de Jezuïten in het klooster van Clairvaux in Frankrijk. De Duitse Teutonische ridders, afgeschaft door Napoleon, begonnen in 1118. En nogmaals, de Jezuïtenorde werd gemaakt na het voorbeeld van de Teutonische ridderorde. Nou, het Latijnse koninkrijk van Jeruzalem, dat is een probleem, maar koning Baldwin de Eerste, die weigerde om voor de paus te heersen, te regeren. En Jeruzalem bleef uit de grip van het Vaticaan. Dan werd Jeruzalem door Saladin veroverd en hij onthoofde 130 ridders. En vervolgens valt het koninkrijk aan de islamitische Mamelukken in 1291. En uiteindelijk komt Rome terug met de macht over dit land in 1948. Hoe? Door de ridders van Malta, die leiden de vrijmetselaars Joodse Labour-Zionisten. Ik maak een onderscheid tussen Bijbels-Zionisme, dat is heel Bijbels, Joden moeten ook terug naar het land gaan, en Labour-Zionisme, dat heeft niets met de Bijbel van doen. En vergeet nooit, alle premiers in Israël sinds 1948 zijn allemaal vrijmetselaars, inclusief de huidige premier in Israël. En daarom gaan ze vaak op bezoek bij de paus in Rome om hun persoonlijke orders te houden. Vergeet ook niet hoe het was bij de eerste komst van Jezus Christus, wat bij de wederkomst van Jezus Christus zijn. Jeruzalem was onder de macht van Rome, als ook Israël, als land. Zo zal het ook zijn, zo is het nu al reeds in Israël. Hier heb je de val van Akkeren in 1291. En daar worden de Mamelukken, die drijven de tempelridders terug naar Cyprus. Latijnse koninkrijk van Jeruzalem is verwoest. Dat is heel belangrijk, want dat zal ook verklaren wat de Jezuïeten uiteindelijk willen doen met Jeruzalem. En hier is het de lijfwachter van de Kairos Mamelukken, die worden afgeslacht door Napoleon. En Napoleon was een man die de wraak van de Jezuïeten op alle landen uitoefende die ooit deze orde had afgewezen en verboden. Nou, er is een oorlog sinds 1054 tussen het orthodoxe gedeelte Constantinopel en het westelijke gedeelte. En het wordt het Tweede Rome genoemd, het Constantinopel, het hart van het ketterse orthodoxe kerk. Maar het grootste probleem is vooral die orthodoxen weigeren de primaatschap van de paus van Rome als bisschop, alle bisschoppen te erkennen. Constantinopel wordt de rijkste stad van Europa. Zinnen moeten waard om daar eens naartoe te gaan, een prachtige stad. Het heet vandaag een Byzantium, of het heet vandaag Istanbul, maar het was de hoofdstad van een geweldig rijk, meer dan 1400 jaar. En het Vaticaan gebruikt twee groepen, de pauselijke kruistochten en de islam, om deze stad en dit rijk te verwoesten. Bij de tweede kruistocht wordt Lisbon genomen door de moslims en de joden, duizenden worden afgeslacht. Bij de derde kruistocht, geleid door de Frederik Barbarossa, de grote bewonderaar van Karel de Grote, wordt een en ander verwoest. En het was Pius de XII, Hitlers vriend, die Hitler gebruikte om Joden af te slachten in Eurasia via de SS, de voormalige Teutonische ridders, en de orthodoxe bevolking van Rusland via operatie Barbarossa. Genoemd naar de leider van de derde kruistocht. Dat was eigenlijk wat leidde uiteindelijk tot tientallen miljoenen orthodoxen die afgeslacht werden. Paus Innocens de III plant de vijfde kruistocht om Jeruzalem weg te nemen. Wilt hij dan, zegt, ja, hij heeft geen geld, dan zegt hij tegen die kruisvaders, weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten naar Zuid-Frankrijk gaan, dan kun je die paar honderdduizend Albigense bijbelgelovige christenen afslachten. Ze verkopen als slaven, goederen nemen. En zo kun je die kruistocht financieren ter ere en meerdere glorie van God. En hij veroordeelt ook het Magna Carta,
dus het idee van de vrijheid in Engeland in de 13e eeuw. Paap Innocens, de onschuldige, de derde, de antichrist van het donkere middeleeuwen, zegt: voor de paus om de plaats op aarde te hebben, niet slechts als een man, maar als hij waarlijk is, de enige ware God. Zo denkt hij over zichzelf. Daarbij is de aanmatiging van alle pausen, ook de huidige, zoals zij denken over zichzelf in relatie tot met andere mensen of religies. Of zelfs tot Jezus Christus. Maar deze man die zegt het volgende: wij excommuniceren en anathema, dus vervloeken, iedere ketterij die zichzelf tegen het heilige orthodoxe katholieke geloof oplegt, opzet. Veroordelen alle ketters en begeven ze over aan de seculiere macht en die moet ze dan maar straffen. Dus dat is ook in de middeleeuwen, zo in Nederland zo. Er zijn toen meer dan 50.000 Nederlanders omgebracht, maar dat deden de monniken en priesters niet zelf, of de bisschoppen niet zelf. Dat lieten ze doen door de seculiere macht, want ze wilden hun handen natuurlijk niet zelf aan het bloed van bijbelgelovigen vuil maken. Nou, dat is de Franse Albigens, dat waren de Waldens of de bijbelgelovigen, de baptisten. In het begin van de 13e eeuw, die werden met de honderdduizenden afgeslacht. Of Kataren worden ze ook wel genoemd. Ze vonden een oorsprong bij de Bogomielen in de Balkan, die weer hun geloof en bijbels kregen van de Paulicius uit Klein-Azië. Bijbelgelovigen als Antiochië. Paus Innocent III begint dan met zijn vierde kruistocht. En dan vallen ze orthodox Constantinopel aan, dat voor een heel groot deel verwoest wordt in 1204. En uiteindelijk is Constantinopel zo verzwakt dat 200 jaar later, in 1453, wordt de stad ingenomen door de Mohammedanen. Later zal Rome, orthodox Moskou, het derde Rome, dus na Constantinopel had je ook Moskou als orthodox hoofdstad, innemen via de Bolsjewistische revolutie. Nou, hier hebben Boniface de VIII, een hele nederige man, en die heeft het volgende gezegd: ik heb de autoriteit als koning aller koningen. Ik ben in alles, zodat God zelf en ik, de plaatsvanger van God, één zijn. En ik ben in staat om bijna alles te doen wat God ook kan doen. Wat kunt u me daarvoor anders maken dan God? En nogmaals, dat zijn uitspraken. Die zullen ze eens een keer uit moeten drukken op in de Trouw, het Parool, het AD en het Telegraaf. Maar dat zijn allemaal van die pro-katholieke krantjes. Van heel goed, door dat hele consortium geleid door een jezuïte getrainde man in België. Ik ben zijn naam even vergeten. Nou, hier is Boniface de VIII die zichzelf als keizer neerzet. En eigenlijk laat aanbidden als navolging van Constantinus. Het gaat ook zo door tot de 19e eeuw. Pius de IX. Hij was verantwoordelijk voor de moord op Lincoln. Vergeet nooit, hè, dat toen Lincoln vermoord werd, werd zijn moordenaar gevonden bij de Zouave in het Vaticaan. En Benito Juarez was de bevrijder van Mexico, die ook afgeslacht werd door de Jezuïten. En Amerika heeft tot Reagan, 1984 geloof ik, geen officiële diplomatische betrekking gehad met het Vaticaan. En Reagan, officieel protestant, maar, zeggen de mensen, ja, dat is een opnieuw gebeuren man, grote onzin. Dat was een ridder van Malta, dat is een grote verrader. En hij heeft officieel de diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan ingesteld. Dat was meer dan 100 jaar afgelopen vanwege de directe moord van het Vaticaan op Abraham Lincoln. Want nu, deze man zegt: ik ben soeverein. Ik maak aanspraak om de uiteindelijke rechter te zijn op aarde. De leider van de gewetens van de mensen. En de leider van de prins die op zijn troon zit. Ik ben de enige, de laatste uiteindelijke rechter over wat goed en slecht is. En ik heb het maar eens gezegd, sinds 2001, nog onder de heerschappij van Johannes Paulus II, is er nu wet in kracht getreden dat alle wetgevende, uitvoerende en controlerende macht is in de hand van één ambt, de paus. Dus hij is de opperste rechter, hij is het parlement en hij is de regering. Paus Leo XIII. Ook een hele nederige man. Als je nou zo'n gezicht, denk je van dat is zo'n fijne kerel, nietwaar? Nou, die is hij niet. Vergelijk met die duivel die nu in het Vaticaan zit.
Wij, de pausen, houden op aarde de plaats van de almachtige God. Nou, Nederland denkt van, ja, je hebt niet alle kabels op, alle dingen, draadjes aangesloten boven. En dat ga je dan ook in een krant zeggen, maar dat hoor je nergens in een krant gezegd zijn. Nogmaals, de media wordt in Nederland volkomen beheerst, indirect door Rome. En eens even kijken hoor, ik wil het niet te lang maken. Dit is de man die verbonden is met de vrijmetselaars, dat pausen ook vrijmetselaars geworden zijn. En dan heb je de bijbelgelovige man Edmund Ronoya, einde 19e eeuw, anti-jezuïtische voormalig katholiek. En hij toont aan dat vrijmetselarij en het zeg maar, romanistisch katholicisme niets anders is als Baals aanbidding. En dan moet ik eigenlijk ook aan toevoegen die cult van Joe Smith en Brigham, die Mormonen, Baals aanbidding. En hij schrijft over de alliantie tussen de Jezuïtenorde en occulte vrijmetselaars. Het is erg te vrezen, ook al zijn er bepaalde verschillen, dat als zowel het romanisme als het vrijmetselaar een zaak hebben die ze samenbindt en schouder gaan staan, dat dat een openbaring is van alle werken van de duisternis en deze twee systemen zijn eigenlijk niet te weerstaan in de huidige wereld. Dat is de hele dagen gebeurd. Heel veel wat nu in Nederland gebeurt, hoewel het Rooms katholicisme sinds 1853 officieel in Nederland toegestaan is en zo. Onze regering wordt volkomen geleid door vrijmetselaars. Ons koningshuis ook. Je hebt ook over die naald in Apeldoorn, niet waar? Voordat waar dat tijdje geleden dat ongeluk gebeurd is met die man die het koningshuis wil, die dreigt tegen die naald. Kun je nog herinneren? Nou, dat is gewoon een obelisk. Het toont eigenlijk aan dat ons koningshuis ook onder de heerschappij is van deze vrijmetselaars, zowel ze officieel protestanten zijn en hoofd zijn, leiders zijn van de protestante Jonitenorde. Nou, dan hebben we dan Pius de 11e. Hij was de vrijmetselaars meester van Oost en West. Nogmaals, Mussolini uit Italië, Stalin uit Rusland, Hitler uit Duitsland, Hirohito uit Japan, Roosevelt uit Amerika, Churchill uit Engeland, waren alle hoge vrijmetselaars en die waren onderworpen aan hem via de Zwarte Paus. En hij heeft volgende gezegd: ik ben de paus, ik ben koning over allen, ik ben God op aarde. Als ik spreek, is mijn woord het woord van God. En dat moet je nooit vergeten zolang als je leeft. Nou, als het die macht inderdaad in de praktijk ook hebben, dan gaat het volgende gebeuren. We hebben het in Nederland gezien. In de 80-jarige oorlog, meer dan 50.000 Nederlanders zijn afschuwelijk veroordeeld. We gaan niet hier in de details. Hier is de Goetsman, ook de heilige Dominicus genoemd. En hij is eigenlijk de oorzaker van de heilige inquisitie. Er was geen niets menselijks meer in deze persoon. Nogmaals, zit dat van The History of Romanism van John Dowling. Zit in moeite waard om dat boek op te pikken of op archive.org te lezen. En nou ja, hier gaat eigenlijk, ik ga het niet in detail bekijken, maar hij zegt, Thomas Aquinas zegt van deze, de Dominicaanse heilige Thomas Aquinas in zijn Summa Theologia: het is geen moord om een ketter om te brengen. Dat is precies hetzelfde wat de islam zegt. Het heilige bureau van de onheilige bureau van de Inquisitie, gegrond door paus Innocent III. En zegt dat Joden, islamisten, vrijdenkende katholieken, ketterse baptisten en protestanten kunnen in massaal afgeslacht werden in openbare autodafés, verbrandingen. Het is een holocaust, een brandoffer van de pauselijke keizer in de donkere middeleeuwen. Uiteindelijk afgeschaft in Spanje en ging daarna ondergronds. Het is nog altijd een inquisitie, maar het is ondergronds. De huidige inquisitie is een medische inquisitie, vooral met de grote Big Pharma. Nou, hier heb je dan het zwaard en aan de linkerkant een takje, dat zie je ook bij de Verenigde Staten. 13 pijlen, 13 bladeren, 13 strepen, 13 veren, 13 sterren daar. 13 is het getal, de rebellie, een rebelse staat is het, de Verenigde Staten. En het is absoluut sadistisch wat die mensen bedacht hebben om
mensen om te brengen. Dit is in Carcassonne, de grootste collectie van martelinstrumenten. Carcassonne was trouwens een voormalig burcht van de Qataren. Dit is het Gestapo hoofdkwartier in 1944 in München. Dit is het Heilige Bureau van Inquisitie in Rusland, Lubjanka gevangenis, waar mensen afschuwelijk doodgemarteld zijn. En hier had je de geheime politie in de Sovjet-Unie. Hier heb je hem trouwens niet in dag nog altijd, niet met KGB, het heet iets anders. Maar het is gewoon een geheime politie die iedere persoon die of werkelijk liefde heeft voor zijn eigen land, of een christen is, rücksichtloos ombrengt. Gearresteerd in de nacht, diep naar beneden gebracht, ondervraagd door priesters om mensen om te brengen. Daarom zeg ik altijd, dit inquisitiebureau heeft voor de hele dag geleid door de Jezuïeten. En paus Benedict XVI, die panzergeneraal, die lid was van de Hitlerjugend, weet je ook alweer, die Duitser, Ratzinger, die was hoofd van de inquisitie, maar heet dat bureau de Congregatie van Geloofsleer. Dat is een beetje een eufemistische benaming voor dit voormalig bureau van de inquisitie. We zullen dat niet beetje in detail. En dat ook vooral als het gaat om mensen die moeten rein zijn en geen Joods bloed hebben. Dat is vroeger bij de maffia ook zo. Tot de vierde generatie mocht je geen Joods bloed hebben, anders kon je nooit lid worden van de maffia of ook niet van de Jezuïeten. Absolute racisten en discriminerende mensen. En wat ze dan doen trouwens, even een zijstraatje, in de jaren 80 geloof ik, kregen we het artikel 1 in de grond, dat niet waar, antidiscriminatiebeginsel in Nederland, klopt dat? Weet je wie dat bedacht heeft? Een Stalinist. Dus indirect een man die verbonden is met de Jezuïeten. Die was degene die het uiteindelijk voorgesteld heeft. En dat verwoest eigenlijk onze vrijheid die we hebben van meningsuiting, religie, openbare verzameling, door dat ene artikel wat ze tegen artikel 1 gemaakt hebben in de Nederlandse grondwet. Dus alles wat zij willen om iets kapot te maken, dat gaan ze bij protestanten binnenbrengen. Maar dezelfde dingen kun je nooit inbrengen in communistische, katholieke of islamitische landen. Nou, wat meer over de Heilige Bureau van de Inquisitie. Ik wil het niet te ver doortrekken. Op afschuwelijke manier om mensen om te brengen. Hier heb je de ovens bij Auschwitz. Eerste slachtoffers, protestanten, Tsjechoslowaakse mensen. Natuurlijk God met ons, met de horens daarop, zie je daar rechts. Het hakenkruis, de opgestane antichrist. En al deze mensen waren katholiek. Jozef Mengele, Beierse katholiek. Walter Rauf, katholiek. Gestapo Müller, katholiek. Himmler, katholiek. Heilige Bureau van de Inquisitie. Met Reum, die naast hem staat. Seksperverse man. Hitler trouwens ook. Hitler voor Nuremberg, voor de kerk van in piramidevorm van onze heilige onheilige Maria. Michael kardinaal van Faulhaber. Dat was de man die de Beierse meester was van Hitler. En hij regeerde de nazi's vanuit zijn bruine huis. En hier links een paus die achter de nazi's staat. Helemaal correct. Afgeschreven als communistische propaganda. Wat het zeker niet. Dit is het Benedictijnse klooster in Lambach, Oostenrijk. Waar Hitler een koor zong. En dit is heel belangrijk, de woorden van Hitler in 1933. De feit tegen het protestantisme, socialisme en bolsjewisme. En in dat gesprek zei Hitler dat hij alleen deed tegen de Joden wat de kerk had meer dan 1500 jaar had gedaan. En de prelaten van de katholieke kerk hebben hem niet weersproken. En dan worden, daarom is ook Hitler nooit gecommuniceerd door de katholieke kerk, nog geen van de nazi's. En de zes leiders van de zes vernietigingskampen in katholieke Polen, waar alle katholiek, geen van hen is geëxcommuniceerd. Nou, het doel eindigt de middelen. Je gaat iemand doodmartelen en dan ga je zo een getuigenis aan hem ontfutselen. En dat heeft in zijn eigen dan zijn eigen doodsvonnis eigenlijk. Dus Torquemada's martelkamer in Madrid. Hetzelfde in Nederland. Auto de Fees in Spanje. Grote schouwspel, dat was ook in Nederland zo, van Brussel, maar ook in Amsterdam.
waar ze levend verbrand werden. Trouwens, het boek, het Martelarenboek, heb ik in herdruk gegeven. Het zal dan als goed is in mei ter beschikking komen op Ludo of Amazon.com als een herdruk. Ook het boek over de Jezuïeten, het Nederlandse boek van de Jezuïeten van Griesinger, hebben we laten inscannen en dat zal ter beschikking komen. Nou, hier zie je het 1945. Hetzelfde nazi-concentratiekamp met mensen die letterlijk verbrand zijn of soms levend in de ovens gedaan zijn. Dit is de Iron Maiden, de IJzeren Maagd. Ze wordt ook een popgroep of een rockgroep genoemd. Je kwam heel dichtbij. Er kwam een mechanisme dat je heel dichtbij haar kwam, dat een arm je naar binnen trok. En dan werd je met grote lange naalden doorboord. Dan heeft het zich geopend en dan ging er een deurtje open en viel je naar beneden. In een rivier en dan werd je weggespoeld de zee. Dat is de Iron Maiden. Dat is een citaat van Wiley. We afsluiten met dit citaat van Berg. En die zegt, het totaal hoeveelheid mensen die afgeslacht werden door de inquisitie, volgens de bijbelgelovige historicus Jozef Berg in 1845, hij zegt het bloed van 68 miljoen mensen is vergoten door deze Babylonische hoer. En dat is de reden waarom er zo vreugde is in openbaar 19 als dit systeem vernietigd wordt. Goed, ik wil het hierbij laten. En dan gaan we na de pauze door met het begin van de Jezuïeten die opgekomen zijn nadat de Heilige Schrift in het Duits vertaald is en ook in het Nederlands vertaald is door Luther en zijn navolgers. Oké, laten we een pauze nemen. Tot 2:00.